Dit is typisch zo'n figuur die we van de grasshoppers nog niet zo goed kennen. En wat hier de truc van is dat ze niet meer het effect van de grond hebben. Dat is zonder grondeffect. Sorry, Janneke. Het is makkelijker om laag bij de grond te heffen, want dan heb je dus de druk van de lucht die samengeperst wordt. Maar nu moet je het hier houden en dan maar kijken of je genoeg ruimte overhoudt voor de solar display die midden doorgaat. Achteruitvliegen maken ze het rondje op de vierkant inmiddels steeds groter en het wordt weer opjoinen met... En daar komt de solar weer binnen, die zal een extreme bocht maken, zo extreem als een helikopter dat kan.